We zijn in 1999 zijn wij gestart met een webdesignbureau. Op dit moment houden we ons veel meer bezig met het maken van een commercieel interessante internetsite die ook succesvol is voor de ondernemer. Dat doen we door middel van social media optimalisatie en ook via SEO. En SEO is het optimaliseren, dus het goed vindbaar zijn in Google. Wij focussen ons voornamelijk op techniek. Dus echt ook hoe wordt een site bekeken, welke resultaten kun je daarmee behalen, wat wil de klant, wat beoogt de klant, wat is zijn doelgroep, nou ja, enzovoorts. Natuurlijk is het zo dat grafisch wel heel erg belangrijk is. Want je kunt wel een heel goed technische site hebben die goed vindbaar is, maar op het moment dat mensen er komen en hij ziet er grafisch niet uit, dan geeft het ook geen goed gevoel en geen vertrouwen bij de mensen. Wat wij maken, dat moet natuurlijk wel er goed uitzien, het moet er gelikt uitzien, usability moet goed zijn. Maar het belangrijkste is, want het heeft allemaal geen zin als je niet vindbaar bent. We hebben een content management systeem, volledig zelf geschreven. Een content management systeem is vrij vertaald een inhoudbeheersysteem. Dat wil dus zeggen dat mensen zelf kunnen inloggen, hun teksten kunnen veranderen en fotootjes kunnen aanpassen en niet afhankelijk zijn van een ander. Wij proberen dan ook echt een content management systeem te schrijven, ook daadwerkelijk als zijnde een maatpak, waarbij we echt ook in kunnen gaan op de wensen van de klant, op de branche, op de regio waar die zit en daarmee ook proberen een maximaal rendement eruit te halen. En op het moment dat je daar op in kan spelen, dan denk ik dat je niet alleen de klant, de gebruiker, de ondernemer beter bedient, maar ook de eindgebruiker, de persoon die eigenlijk de website wil. En dan snijdt het mes aan twee kanten. We proberen in ieder geval de site ten opzichte van de concurrentie eruit te laten springen. We gaan een concurrentieonderzoek doen. Dat wil zeggen dat u als bedrijf zijnde geeft een 4 of 5 concurrenten op. Wij gaan kijken waarom doen die het goed, waarop scoren die, welke techniek gebruiken zij, welke steekwoorden gebruiken zij, welke middelen gebruiken zij om die markt te benaderen en hoe pakken zij dat aan. Nou, daar gaan wij een uitgebreid onderzoek in doen en vervolgens pakken wij uit al die concurrenten die hij heeft, gaan we de beste dingen waarvan wij denken van nou, dat is wel erg sterk, dat doen ze het erg goed, die gaan we eruit halen. Nou, al die beste items, om het zo maar even te zeggen, die gaan we toepassen in het marketingplan, oftewel de internetsite van de klant. Die gaan we aanvullen met onze know-how, onze kennis, zoals wij die hebben. En we proberen daarmee in ieder geval de concurrentie te verslaan. En ik denk dat dat betreft heel interessant is, ook financieel gezien, voor ook de kleine ondernemer, om in ieder geval deze stap te zetten naar het succes op het internet.